Gert Bonsing, beeldhouwer, schilder en wat nog meer? Noem het maar. Ik werk met allerlei materialen. Ik geef schilderles, ik geef beeldhouwles, ik geef grafische technieken. Noem het maar op. Je kunt het zo gek niet opnoemen. Dan sta je hier tussen mooie beelden. Ja. Wie heeft die gemaakt? Dat hebben mijn cursisten gemaakt. Ik wou mijn cursisten naar voren halen en kijken wat het hoe ze werken en zo. Het zijn allemaal beelden die met de hand zijn gemaakt. Dus Kun je nog meer cursisten gebruiken? Ik kan altijd meer cursisten gebruiken. Er zullen ook wel nieuwe cursussen aankomen, die ik geef. Maar weet je, ik geef ook aan bedrijven, aan scholen, aan leerlingen. En ik doe ook begeleiding van mensen die vastlopen in de maatschappij. En die geef je een stuk steen en dan mogen ze zich uitleven? Nou, niet alleen een stuk steen, soms met steen. Maar leg eraan wat ze willen, maar tekenen of schilderen of wat ze ook willen doen. Maar die hebben bij mij een dagbegeleiding en natuurlijk heel veel praten over hun problemen en zo. Je hebt ondertussen een nieuwe nier gekregen. Ja. Van wie eigenlijk? Van mijn dochter. Die is 35, 36 jaar. En sindsdien kan ik weer 100 dingen aan. En mijn dochter gaat ook heel goed mee. Dus. Heel bijzonder. Je zit nog steeds hier in de kunstwerkplaats in de Nicolaas Beetstraat. Ja. Hoeveel kunstenaars zitten daar in totaal? Dat varieert, maar er zijn 25 ateliers. En ze zijn op één na allemaal verhuurd. Dus is wel belangstelling voor? Het is wel absoluut belangstelling voor. En we hebben een verloop, maar dat vult zich ook weer gelijk aan. Dus.